wat doen ze daar, de mannen? Wat gaan ze doen daar? Uien strooien. Uien strooien? Ze gaan toch niet strooien? Ze gaan het laden, toch? Inladen in de keeper. Inladen. Heel goed. Waar gaan ze dan naartoe? Ja, inladen. En waar gaan ze naartoe? Naar papa's schuur rijden. Ja, ze gaan naar papa's schuur rijden. Dan wordt hij helemaal vol met uien. Helemaal vol. Dan. Pijn! Hoe worden ze nou opgepikt, Rob? Hoe worden de uien opgepikt, die vooraan? Even laten filmen. Een beetje een zachte rol is dat, hè? Ja. En daaronder zit een mat, hè? Ja. Die rol die glijdt een beetje de uien over de matten. Mooi. Zo, daar zitten ze, de kids, in de dust. In het stof. Daar staan we dan in de schuur. We wachten weer op de volgende keeper. Michiel, het doet ondertussen wat... Ik ben even aan het twitteren. Hij is aan het twitteren. Ik had een kort filmpje gemaakt. Oh, oké. Okay. Kunnen we gaan praten. Kijk, daar komt hij aan. Daar komt de volgende aan. Is er nog interessants te melden? Het gaat wel mooi. Het stuift, zie je. Ja. Het droogt lekker op. Een klein beetje klei aan de uien, maar... Ach, daar zien we straks ook niks meer van. Het droogt wel op. Door je neus ademen. En niet praten, vooral niet praten. Oh, oké. Okay. Ik snap de tip. Dit is de sensor als hij dicht bij de gele paal komt. Ja, de sensor ziet de reflector. En als je hem niet ziet door de paal, dan weet hij de weg. Ik ben aan het filmen. Doe maar lekker je ding. Er liggen nog even de generaties vast, hoor. Ja, tuurlijk wel. Dat is voor de generaties hierna. Twee weken in de regen gelegen, in de natte grond gelegen. Krijg je zwarte puntjes van het lichaam. Ja, het is op zich niet erg, alleen het is niet mooi. Nee. Esthetisch. Maar kunnen ze daardoor afkeuren? Niks aan de hand. Nee. Alleen ja, koopt het minder goed. Maar goed, deze zijn al verkocht. Ja, scheelt.
Dus deze oogst gaat erin van ons veld hier thuis. Hoeveel verwachten we ook alweer? Ja, ik denk dat ongeveer 600 ton in de schuur komt. Ongeveer. Van 8 hectare. 600 ton? Ongelofelijke cijfers, hè? 600.000 kilo. Ja. Hé, hey, en we hebben nog een schuur en daar gaat de andere oogst in van het andere veld, een beetje verderop hier aan de weg. Ja, een ander plekje. En daar verwachten we wel wat minder oogst van, hè? Ja. Of het moet nog meevallen? Denk wel. Het moet nog een beetje meevallen. Ja. Ik denk wel. Dat moet ook een keer over hoe het inkomt, zeker. Je wordt nog bekend, Henry. Ja, nu kom je op YouTube, hè? Moet ik je eruit knippen? Zeg het maar hoor, alles is vrijwillig. Jij gaat er zo vandoor? Nee. Voor wat sensatie. Hey, bedankt hè. Ja, dat zou fijn zijn, zeker met deze temperaturen. Maar deze kan dat niet of hij stuk? Hij kan het niet of hij stuk? Hè? Wie is stuk? Ik ben stuk. Je zegt, maar jij moet eigenlijk elektrisch. Doet hij het niet dan? Ik doe het dan. Dat gaat ook niet dan. Is toch niet elektrisch dit? Nee, dat moet elektrisch. Nee, maar ik bedoel, waarom heb je dat niet? Waarom heb ik dat niet? Nee. Ja! Volgende versie. Thank you.
staat erop hoor, met neusgaten en al.